belangrijkste conclusie is dat het geen zin heeft voor een club om de coach te ontslaan. En de club, dat zijn dan Eredivisieclubs. En de periode die we hebben bekeken zijn 14 seizoenen. En we hebben 42 coachontslagen bekeken. En het blijkt dat een team niet merkbaar is gaan beter is gaan functioneren alleen door het feit dat de coach is ontslagen. Nou, wat we hebben gedaan, we hebben gekeken wat zijn nou de redenen, wat is een belangrijke reden om een coach te ontslaan. En wij vinden dat het verschil is tussen wat er wordt verwacht van een club in termen van resultaat en wat de feitelijke resultaat is. En hoe hebben we dat nou gedaan, dat verwachte resultaat? We hebben boekmakerdata genomen, gekeken wat verwachten boekmakers van uitslagen van wedstrijden. Wat is de realisatie van de wedstrijd? Dus de boekmaker verwacht PSV wint, PSV verliest. Nou, dan doet PSV het slecht. Nou, als je dan van wedstrijd op wedstrijd gaat bekijken, het verschil tussen wat de boekmakers verwachten en wat de club feitelijk presteert, dat het verschil soms steeds groter wordt. En als het verschil erg groot wordt, dan is de kans heel groot dat een coach wordt ontslagen. Maar niet, het is geen wet van mede en persen. Het is niet zo dat elke coach wordt ontslagen als het slecht gaat. Ja. Nou, wat hebben we nu gedaan? We hebben gekeken naar situaties waarin het slecht ging, waarbij de coach is ontslagen. En we hebben gekeken naar situaties waarbij het slecht ging en de coach niet is ontslagen. En die twee zijn met elkaar gaan vergelijken. En we hebben gekeken, is er nou verschil tussen het effect van een coach die wordt ontslagen en het effect van een coach die niet wordt ontslagen. Dus het denkbeeldig effect. En dat blijkt niet zo te zijn. Geen effect? Geen effect. Kun je eens een voorbeeld noemen? Verbeek in zijn eerste seizoen. Dat ging niet goed met Feyenoord. Ik zat me vaak te verbijten op de tribune, zeg maar. Verbeek is ontslagen na 17 wedstrijden en toen hadden ze 16 of 17 punten. En nou, daarna is hij opgevolgd en ging Feyenoord wat beter presteren. Als je nou vergelijkt met het laatste seizoen van Mario Been, dat ging ook niet goed. Na 17 wedstrijden had hij ook 16 of 17 punten, zeg maar evenveel punten als Verbeek had op het moment dat hij ontslagen werd. Nou, na dat punt, na 17 wedstrijden, ging Feyenoord ook iets beter functioneren. Maar als je Been en Verbeek vergelijkt aan het einde van het seizoen, dan zit er eigenlijk nauwelijks verschil. Dus die twee situaties, wel coachontslag of geen coachontslag, is niet merkbaar van elkaar verschillend. Dan heeft het dus geen zin om een coach te ontslaan? Nee. Maar het gebeurt wel? Ja. En waarom gebeurt het dan? Nou, dat is psychologisch, denk ik. Het is, een clubbestuur die staat onder voortdurende druk. Hè. Er is druk van supporters, er is druk van sponsors. Gaat niet goed, gemor, protest, de bus wordt tegengehouden bij het stadion, noem maar op. En de vraag is, kan het bestuur daar weerstand tegen bieden, tegen die druk, om iets te doen? Nou, sommige besturen die kunnen dat wel, anderen niet. Ja, besturen die druk niet kunnen weerstaan, die zijn zich ervan bewust dat als ze niks doen en het blijft fout gaan, dat die druk steeds groter wordt. Als ze wel iets doen en het blijft fout gaan, ja, dan hebben ze in ieder geval het geprobeerd. Zelf denk ik dat Frank de Boer, toen die Martin Jol opvolgde, dat dat best een goed resultaat was. Toen Mario Been tussentijds, dus twee seizoenen, iets dat we niet hebben onderzocht, werd vervangen door Ronald Koeman, dat dat een goed effect had op Feyenoord. Maar dat zeg ik meer als voetballiefhebber of als voetbalsupporter. Als ik gewoon kijk naar de harde cijfers, zeg ik, ja, het heeft geen enkele zin. Ja, het is een soort kop of munt. Ja, kop of munt. Ja, zullen we het wel doen of zullen we het niet doen? Ja.